Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we het hebben over miskopen. Dingen die voor mij niet werken, misschien voor jullie wel. Spulletjes waar ik niet zo tevreden over ben of die gewoon niet bij mij past. Als eerste deze lipgloss, die zat bij een parfum van de Action, de Truly Yours parfum. En ik vond dat op zich een hele mooie kleur, maar het staat mij aan geen kanten. Ik ga dat een keer tonen. Het is echt totaal niet mijn kleur. Dekkend is die wel. Blijft ook lang zitten, maar heeft een beetje een goedkope geur. Het is echt friestie. Friestie op mijn lippen. Eerlijk, ik vind het een heel mooie kleur. Echt waar. Maar niet bij mij. Ja. Het laat ook mijn tanden immens geel lijken. Ik voel me op alle anders. Of ik weet niet wie, maar het is niks voor mij. Dan heb ik van het kruidvat een body oil. De Caring Warm Vanilla en Shea Butter. Droge tot zeer droge huid. Dat is deze. En dat is dus een bodyolie met een glansje in. Maar ik vind dat deze heel lang vet blijft. Ja, hij dringt niet echt in mijn huid. En ja, ik weet het niet. Ik ben er geen fan van. Hij ruikt wel zacht. Maar ja, nee. Sinds ik de olie van Nuxe heb, ben ik een luxe paard geworden en deze heeft mij niet kunnen bekomen. Dan een handcrème met de Bulgaarse roos. Helaas is het eerste ingrediënt die erin zit alcohol en het tweede parfum. En laat dat nu net iets zijn die mijn handen verschrikkelijk irriteert. Dus helaas, hij ruikt wel heerlijk zacht naar roos. Dus hij is niet sterk geparfumeerd, maar er zit wel veel parfum in. Heel jammer. Maar helaas. Dan, omdat ik al eentje opgebruikt heb, 3 badbruisballen, badpomp trio. Eentje met roos, eentje met lavendel en eentje met safflower. Combinatie van bloemen, zeezout en natuurlijke essences. Geeft geur en verzorging en zorgt voor een sensatie van welzijn. Voeg een bruisbal toe aan het stromende water. Breng het badwater op temperatuur. Tegen warmte en vochtigheid beschermen. Ten eerste, die bal smelt niet, hij bruist niet, hij blijft een bal. Als je eraan komt, zijn je handen heel, heel vettig. En het is allemaal heel leuk met die bloemblaadjes daar rond, maar dat verstopt je badputje. Dus nee, ik ben er geen fan van. Dan deze Max & More Lip Balsams met amandelolie, jojobaolie en vitamine E. Deze laten op mijn lippen gewoon een glittertje na. Qua geur zijn ze te doen, maar ik ben geen fan. Kijk. Ik ben geen fan van het resultaat. Ik verwacht meer en ik ga eerder voor zo'n babylips lipbalsem gaan. Uiteraard gaan er misschien wel mensen zijn die hier fan van zijn, maar ik dus niet. Dan heb ik een Professional Make-up Blush Palet, waar 2 blushes in zitten. Ik kocht deze op AliExpress. En die zien er zo uit. Hele felle kleuren, op zich heel, heel leuk. Maar echt, dat is van die ja, kindermake-up kwaliteit. Heel, heel poederig, heel veel talk zit erin. Ze blenden niet mooi samen. Dat is echt van die kinderschmink, hè. Dus mijn dochter zal er wel nog blij mee kunnen zijn. Ik heb hier een potlood van het merk Miss Rose. Zijn punt breekt de hele tijd af. Ik kan het potlood niet meer mooi slijpen. Heel, heel jammer. Maar ik denk dat die gewoon oud geworden is. Dus deze gaat weg. Dan heb ik een mascara gekocht via AliExpress ook. En dat is de Volume Shocking Mascara. De namaak van... Vroeger had L'Oreal zo een in zijn gamma. Nee. Normaal gezien vroeger, als ik me goed herinner, was deze kant wit. Een witte mascara, was deze kant een zwarte mascara. En dat zorgde voor mega lange wimpers.
Maar deze zijn twee zwarte kanten, dus ik snap niet echt het resultaat. En het ruikt ook naar lijm. Dan heb ik hier twee mascara's van NYC. De Showtime Curling en de Showtime Clump Free. Dat zijn deze. Doen voor mij niks en zijn ook niet intens zwart. Maar zijn eerder zo van dat donkergrijs. Ze doen het niet. Dan een oogschaduwpaletje van Elf. En het heet de Eye Transformer. En ik denk dat... Is het nu Kat Von D? Heeft zo'n diamantvormig oogschaduwpalet uitgebracht. Met daarin een stuk of vijf oogschaduwen. Die er wit uitzien in de pen. Maar die eigenlijk duochroom zijn. Dus als je ze aanbrengt en dan naarmate de lichtinval verandert de kleur van wit naar groen, van wit naar blauw, van wit naar roze, zo. Elf heeft dus ook zoiets en dat is dit palet. En als je heel goed kijkt, het zijn allemaal bleke kleuren, maar hebben ze allemaal een andere ondertoon. En deze, dus gewoon aanbrengen, ziet er zo uit. Dan kan je dus over een zwarte basis ook aanbrengen. En dat zou dan de kleur transformeren tot iets donker. Met één kleur bijvoorbeeld, ik ga een zwarte lijn trekken met dit. En ik ga erover gaan met één van de kleuren. En dat zou moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het lichtgroen, dat dat een donkergroen wordt. We gaan dat een keer... Ja, je kan het wel zien uiteraard. Maar ik vind de... Kijk, dat ziet er dan zo uit. Maar ik vind eigenlijk dat de oogschaduw heel hard geprest is in de pannetjes. Waardoor dat heel moeilijk is om ze mooi inhaal op je ogen te... Ze zijn bruikbaar, maar ik had er toch meer van verwacht. Ja, veel te hard geprest. Dan heb ik een So Susan Skincare Color Performance Mesmerize Waterproof Liquid Eyeliner. Dat is eentje die ik kreeg van een collega. En ik geloof dat zij deze... En een of andere beautybox of zo besteld heeft. Bon, ik weet het niet. Het is een hele goede zwarte eyeliner. Daarmee wil ik bedoelen, je is zwart, je droogt mat op. Maar het puntje is zo hard en ik kan er geen mooie lijn mee trekken. Ja, ik heb liever iets die een beetje meer soepeler is dan, ja, dan dit. Ik weet het niet. Het lukt me niet goed om er een mooie wing mee te trekken. En ook tegen dat ik aan het eind van mijn oog kom, is de inkt al op. En is het... Ik vind het gewoon niet mooi. Kijk. Jammer maar helaas. Dan nog een mascara. De Fossil Papillon. Dus ook een namaak van L'Oréal. Deed het ook totaal niks. Heel dun van formule. Het borsteltje is twee keer niks waard. Dus dat is echt wel fijn. En dan heb ik hier twee lipglossen die ik besteld had. En op AliExpress stond daar gewoon zandeffect of zandshimmer effect. En toen dat ze toekwamen, bleken het de Lime Crime Diamond Crushers te zijn. Namaak wel. En dat wist ik dus niet op voorhand. Dat stond er dus ook niet op in het begin. En het zijn prachtige kleuren. En dat kan ik je nu tonen. Ze ruiken ook heel lekker fruitig. Dat droogt nog op. Maar ze zijn totaal niet waterproof. Deze is in de kleur Strip. En dan heb ik hier de kleur Trip. En dat is deze. Ik dacht van, ik ga een keer speciaal doen en een keer zo'n blauw gebruiken. Ook een hele, hele leuke kleur. Maar deze dekt totaal niet. Zeker niet op de lippen. En blijft eigenlijk niet zitten. Duurt ook immens lang tegen dat ze droog zijn. Dus dat is nogmaals een fail. Dan heb ik eigenlijk een Wonder Woman Mineralized Skin Finish van MAC. Deze komt dus uit de Wonder Woman collectie. Heb ik al een eeuwigheid. Maar hij is al een paar keer gevallen. Waardoor dat er enkel nog dat oranje-achtig poeder overblijft. En als ik dat aanbreng op mijn huid, is dat echt puur oranje. Het is echt niet mooi. Het moet effectief wel geblend kunnen worden met het goud en het persiekleur die daar zat. Maar nu is het veel te warm, veel te oranje. Dus dat is wel jammer. Dus deze gaat weg. Ik heb nog een mascara van AliExpress. En dat is ook een namaak L'Oréal. Deze kant ging normaal ook wit zijn met dat weer zwart. En
Is het wit? Ja, deze is wel wit, maar doet dat borsteltje doet totaal niks. Dus ook een fail. Nog een mascara, eentje van Rimmel, de Max Volume Flash mascara. En deze is in principe misschien wel op te bouwen. Dat vond ik ook niet intens zwart. En ik wil gewoon meer volume. Deze verlengt de wimpers. Nog een lipgloss. En ik hoop dat dat ook een namaak is van iets. Ik weet niet van wat. Het is zo'n lavendelkleur. Die ik eigenlijk gekocht had om op de lippen te doen. Maar uiteindelijk durf ik dat echt niet. Het is ook echt niet mooi. Het maakt mijn tanden helemaal heel. En nee, het is eigenlijk niet mijn ding. Dan heb ik nog een olie van Dr. Organic. De Bioactive Skincare Organic Vitamin E Pure Oil Complex. Dat is dus deze olie. Ik dacht, ik ga beginnen oil cleansen en mijn huid hydrateren met olie en zo. En de eerste dag ging dat goed. De tweede dag had ik zo hier een plekje in eczeem en daar een plekje in eczeem. En dan rond mijn mond ook een irritatievlekje. Ik dacht, oké, ik ga blijven smeren, 's morgens en 's avonds. En iedere keer nadat ik die olie aangebracht had, begonnen die plekjes te branden. Ik dacht, ja, ik ga voortdoen. Mijn huid moet er misschien aan wennen of zo. Maar uiteindelijk kan ik er verzekerd gewoon niet tegen, want in plaats van dat het beterde, werd het gewoon maar erger. En eigenlijk is dat dus een hele synthetische olie. Er zit wel zonnebloemzaad in. Zonnebloemolie. Dus het is geen puur olie. Het is gewoon een zonnebloemolie aangelengd met andere producten eigenlijk. Dus het is totaal geen puur olie. Dan heb ik het black masker die ik bestelde via AliExpress. Ik heb daar al een filmpje over gemaakt. Dat was ook echt een regelrechte ramp. Zou ik dus niemand aanraden. Nog een lipbalsem van de Action. De Lipbalm Glam So Me Pearl Shine. Dat ziet er zo uit. En van deze, dat is gewoon te cool voor mij. Het doet me denken aan van die mensen die gaan skiën. En die zo'n witte los aan hebben. Hier op foto valt dat nu nog behoorlijk mee. Dat is, ja. Ik krijg er hele tanden door. En dat is ook echt totaal niet mijn ding. En dan als laatste heb ik nog deze Biocura Aqua Complete Multi-Intensive Serum. Intensieve hydratatie en laat de huid stralen voor alle huidtypes. Dat komt uit de Aldi. En ik had gelezen in een Facebookgroep dat deze heel heel goed was voor de droge huid. Maar niet voor mijn droge huid. Want ja, ik kreeg er ook eczeem van en irritatie. Dus ja. En ook ja, zoiets voor alle huidtypen. Allee. Niemands huid is hetzelfde. Dus nee, totaal geen fan. Voilà, dat waren mijn miskopen. Toch een redelijk aantal, maar ik heb ze wel al van een hele lange tijd opgespaard. Want het laatste filmpje is toch wel echt alweer een tijdje geleden. Je ziet wel, ik kom dat ook nog altijd tegen. Dat ik miste dingen koop of dat producten mij echt niet liggen. Ja, missen is menselijk, zou ik zeggen. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Ciao!